En Judy is niet het juiste moment om. Ja, gewoon even kijken. Mijn broer staat in één keer. Echt? Ja. Hallo. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Oh, we hebben zoveel spierpijn. Oh, bij mij is het nu iets minder. Maar jij hebt altijd op je knie. Video op mijn kanaal. Vandaag gaan we een Q&A doen, want Feline is een paar dagjes bij mij. Yay. En we hadden dit vorig jaar ook gedaan en ik heb op Insta weer een bericht laten weten van laat al jullie vragen onderin, dan gaan Feline en ik die beantwoorden. Dus ja, heel veel kijkplezier! Oké, de eerste vraag. Welk kleur setje zou je nog willen? Dus dekje, facecappen, oornetje en polo en zo. Welk setje en dan? Ja, welke kleur zou je nog willen? Eigenlijk, ik heb drie setjes die ik wil. Dat is geel, groen en blauw. Nou, blauw die heb ik nu wel. Geel, eigenlijk ook wel. En groen heb ik alleen nog geen polo bij. Maar setje, ik doe niet aan beestkappen en bandages en oorletjes. Dus een setje voor mij is eigenlijk alleen mijn polo, mijn broek en mijn dekje. Ja, ik zou heel graag nog een rood setje willen. Gewoon knalrood. En een grijs setje. Gewoon zo'n niet heel licht grijs, want kleur is heel licht van kleur. Mm-hmm. Dus dan valt het bijna niet op. Maar wat donkergrijs dekje. En dan donkergrijs polo natuurlijk. En donkergrijs sokken. Hetzelfde bij rood, zeg maar. Ja, ja, nou weet je, je kunt ook wel gewoon een zwarte broek bij doen. Of een donkerblauwe broek. Mm-hmm. Maar ik was verder niet gevraagd. Ja, alleen donkergrijze sokken. Je laarzen gaan overheen. Ja, maar als je joggers aan hebt. Ja, oké, dan. Maar het is wel lastig, want er zijn ook echt vet veel vragen tussen die we of de vorige keer al beantwoord hebben. Ja. Of in een andere Q&A. En dan vind ik het niet leuk om zeg maar dubbele vragen te gaan beantwoorden. Ja. En we gaan ook een beetje de lastige vragen beantwoorden. Dus niet al die standaardvragen van met je lievelingsras. Want die hebben we volgens mij ook wel in de vorige Q&A beantwoord. Oké, nou ik doe deze denk maar gewoon. Britt Verburg vraagt, wat is jullie allergrootste droom tot nu toe? Denk op paardengebied. Ja, dat denk ik ook. Anders gaat het wel heel diep als we in ons leven willen. Ja, allergrootste droom. Dat is echt een vraag. Ja, ik zou met Fleur nog wel wat hoger in de sport uiteindelijk willen komen, denk ik. En ik zou nog heel graag met Pien weer op een heel groot evenement. Dat vind ik ook wel. Was zo vet tekenen. Dat wil ik gewoon nog een keer. Dat is echt heel cool. Ik zou op sportgebied mijn B-winstpunt willen halen, zodat we kunnen gaan crossen. Ik wil echt super graag gaan crossen met hem. En op niet sportgebied zou ik heel graag op nekroop een heel parcoursje willen kussen. Oh, dat is ook cool. Ik kom al tot 2-3 in, dus ongeveer daarna stopt het. Dan denkt hij, ik ga de andere kant op. Oké, ja. Wat is jullie grappigste paardenblooper? Die weet ik nooit. Ja, daarom zeg ik hem ook. Ja, maar dat moet ik gewoon voor 9 jaar gaan terugdenken. Denk je hoeveel dat is? Nou, begin maar eerst. Nou, ik weet nog wel dat ik met Fleur naar Buurzen ging in mijn eentje. En, volgens mij was dat in mijn eentje. En toen, daar is een heel groot meer, echt heel groot. Je kunt daar zeg maar dwars doorheen naar de overkant en dan heb je nog vaatje en dan kun je vanaf daar weer verder. Dus niet eromheen, je moet echt dwars doorheen. En Fleur die vond water toen nog niet zo heel leuk. Dus die sprong echt met een huge sprong erin. Toen viel ik eraf en toen rende zij zo mooi door het water heen door. Wel echt zei dat en stond er echt van, nee, ik kom terug. Dat was wel heel grappig. Ik weet het niet, ik weet het echt niet. Ik heb zoveel bloopers gehad, waarom ik er zoveel heb gehad, vergeet je ze ook weer allemaal, zeg maar. Ik weet niet, ik heb wel met mijn oude verzorgbody Magic gehad, dat ik zitles op hem had. Dus dan ging, zeg maar, Cynthia was de eigenaar, die ging dan met hem logeren en dan ging ik zonder zadel op hem zitten, want daar ga je gewoon heel goed van leren zitten, zeg maar. Ja. En was toen in de bak
En er lag één grote plas water in de bak. En ja, ze laten die galop aanspringen. En het beest begint te bokken en te doen. En echt precies, zeg maar, de bak was gewoon, was niet zo'n hele grote bak. Het was echt 15 bij 30 of zo. En was dan dus zeg maar een plasje water. En echt, hij kon overal mij eraf gooien. Maar ik moest precies in dat plasje water. En ik was helemaal doorweekt. Nou, ik kon er wel op lachen. Maar ik dacht van, waarom precies hier zo? Ja, echt. Maar ik weet niet, die blijft me altijd wel goed bij. Want dat toch gewoon een leuke herinnering is. Maar ik weet niet, er zijn echt 100 andere bloopers gebeurd. Oh, gisteren was een leuke blooper. Maar die is niet heel bijzonder. Nee, weet ik. Maar ik ga het toch vertellen. Oké. Okay. We waren eigenlijk klaar en we hadden ze afgezadeld van springen en alles was helemaal klaar. En toen had Feline Marley op de wei gezet en toen zei ik van, nou ja, ik wacht gewoon even hier met Fleur. Dat zetten we samen wel op stal, want we lopen er echt langs naar de auto toe. Nou ja, dus wij lopen terug met Fleur en wij lopen zo katten door naar de auto. We lopen zo langs die stal en we zetten ook gewoon niet op stal en toen moesten we weer zoals lopen. Dat was wel heel erg wat zwaar gegeten gewoon. Oh god. Oeh, ik heb wel een leuke. Kan ik een soort van kleine tip slash hint slash review? Nee, niet een review, maar dat je iets... Nou, mijn Engels is niet on point. In deze Q&A voor sterren vertellen. MyPony7 vraagt, zou je ook nog vrienden hooi truien voor ons willen maken? En ja, dat komt eraan. Met Sinterklaas en Kerst. Dus hou het in de gaten. Zijn jullie de eerste die het weten? Ja, want het is dan niet van Feline's kanaal gekomen. Nee. En ook nog niet meer Instagram en mijn eigen. En ik ga het ook lekker nog niet vertellen totdat ze er zijn. Dus het moet tot oktober worden verwacht. Dat is een soort surprise. Maar nu weten jullie het al. Oké, ja. Een vraag aan jou. Ik wil echt dat hij vasthoudt dat ik hem dan zo omhoog kan slepen. Oh, een vraag aan mij. Nooit meer shoot? Of nooit meer Marley? Die vraag krijg ik zo vaak. Nou, ik ben dan zeg maar een soort niks op zo'n moment gekomen in onze relatie. Dat als ik zou moeten kiezen, wat ik nooit hoef te doen gelukkig, dat Sjoerd dan zou winnen. Want Sjoerd die blijft hopelijk bij me totdat we doodgaan. Dus tot mijn 90 zijn of zo. En Marley die kan nog voor ongeveer 20 jaar bij me blijven. Dus... Dat vond ik wel grappig. Ja, maar kijk zeg maar, toen Sjoerd was en ik was 1 jaar, 1,5 jaar hebben, dan zou ik zeggen Marley. Maar nu zijn Sjoerd en ik al bijna 3,5 jaar samen. Dus dan... Ja, oké. Dan kies ik maar Sjoerd. Maar gelukkig hoef ik niet te kiezen, dus dat zal nooit gebeuren. Echt niet fijn als je spierpijn hebt. Nee, op deze manier zit. Oh, we hebben gisteren waterskiën gedaan en we stonden op met alle steenpijn. Ja, we hebben eerst gedresseerd, toen waterskiën en toen springen. Dus ja. Met springen kon ik haar niet eens meer tegenhouden. Zeg maar ik kon niet eens meer aan het teugel staan. Die vind ik ook wel leuk. Wat is het allerleukste wat jij en Feline ooit samen met elkaar hebben gedaan? Ah, is leuk. Die heb ik volgens mij ook iets voorbij toe zien komen. Wat hebben we überhaupt gedaan? Wat vind jij het leukste? Wat heb je nou Ja, wat hebben we nog meer gedaan? Zoveel! Ja, ik denk zoveel, terwijl we pas 2 keer samen heel goed gedaan. Ja, we hebben echt heel veel gedaan. Ik denk het leukste samen, zeg maar zonder de paarden. Ik vond het echt super leuk toen we samen naar Klein Oever toe gingen. Toen we samen gingen filmen. Dat vond ik echt oprecht heel leuk. Want ik vond ook echt dat we het allebei, jij ook echt super goed deden met filmen en met de kinderen ook en zo. En natuurlijk het waterski was echt vet leuk, alleen wat ik nu zoveel pijn ervan heb. Daar balen we echt van. En samen met de ponies. Ik weet het niet. Ik denk gewoon het lol hebben ermee. En als we zeg maar buiten het gaan, dat we echt keihard gaan racen tegen elkaar. Dat Fleur is echt leuk. En Marley echt best wel aan elkaar gewaagd zijn en zo. Ja. En, maar ook omdat wij gewoon ponywissel doen. En dat vind ik ook heel leuk. Want Fleur is heel leuk en jij kan ook heel goed met Marley omgaan. En ik heb eigenlijk weinig mensen waarvan als ik zeg maar op de andere pony gaat en zij op mij, dat ik dat echt vertrouw en echt wel denk van, oh, dit voelt wel goed, zeg maar. Nee, maar dat heb ik ook. Want Fleur is gewoon geen makkelijke pony. Nee. En dat weet jij ook. En Marley is wel heel makkelijk. Alleen Marley is ook wel weer moeilijk te rijden. Ja, maar ik ben juist heel van voorzichtig met hem geworden. Ja. Vroeger liet ik echt iedereen op hem gaan. En nu durf ik dat gewoon niet meer. Want je bent hem natuurlijk steeds beter aan het opleiden. En scherper op de hulp aan het zetten. En weet ik het wat. Dus als je nou een of andere super simpele ruiter erop zet. Ben ik bang dat hij een soort van pest of zo. Ja, zeg maar. Ik vind, ook, ik vind ook altijd wel. De meeste mensen die op mijn paard gaan. Die zijn dan echt bang om
aan te pakken. Hmm. Maar als je mijn pony niet aanpakt op de juiste manier, dan gaat ze gewoon met je aan de loop. Ik ging gisteren, toen was ik zo aan het galopperen om zeg maar het parcoursje te gaan springen. En jij zei zo, je laat er ook echt gewoon hard gaan. Ik zei ja, maar weet je... Je laat er ook gewoon lekker hard gaan, hè? Kijk, het is ook weer zo, de hindernissen die stonden iets kleiner dan paardenformaat, maar we hebben allebei D-ponies. Ja. En kijk, Marley die moet paardenformaat gaan springen, dus die is ook iets gewend om iets ruimer te springen. Maar Fleur die is nog heel erg beknopt, zeg maar. Dus het stond er een beetje tussenin bij Fleur, moet je echt gas gaan geven om dan die sprongen te gaan halen. Ik dacht, kan ik later maar gewoon lekker redden, anders haalt ze het straks niet. Nee. En maar jij pakt ze ook wel weer aan, als ze echt vervelend is. En heel veel mensen doen dat niet. En dan gaat ze er echt met je op de loop. En daarom vertrouw ik niet iedereen op te laten, omdat die dan te voorzichtig zijn. En dat, als Fleur dat merkt, dan denkt ze gewoon, ja dikke doei, daar heb ik al geen zin in. Doei, ik ga gewoon vandoor. En jij kan dat gewoon goed onder controle houden. Dus met jou vertrouw ik het ook gewoon dat jij met Fleur keihard gaat racen buiten en zo. Want ik weet wel dat jij haar terugkrijgt. Maar als ze het anders doet, denk ik echt, straks gaat ze er vandoor en komt ze niet meer terug, weet je wel. Ja. En ik ben ook echt, ik laat mezelf er niet afvallen buiten rit, want dan... Ik ga liever samen met haar heel ver weg dan dat zij heel ver weg gaat en ik op grond lig. Ja. Ja. Oh, ik ben draadje te pakken. Maar dat zijn we. Ja, we hebben eigenlijk niks gedaan wat niet leuk was. Nee. Denk ik. Dus het is heel lastig kiezen. Ja. Het is allemaal leuk. Allemaal leuk. Allemaal gezellig. Ja. Ja, we komen ook wel best wel steeds closer met elkaar, zeg maar. Dat merk je ook wel. Oh, jij moet kiezen. Oh. Kom hier! Oh ja, deze vraag. Toen die las daar gisteren aan mij voor. En ik dacht echt van, wat? Dit is echt geen moeilijke keuze gewoon. Oh, Marit, ja. Rijpstra vraagt, als je moet kiezen, Feline op Curaçao werken en wonen met Marley aan huis, of gewoon in Nederland met Marley op een half uur rijden. Waarom zou je kiezen voor de eerste optie? Nee, sowieso jongens, je moet niet je paard mee gaan nemen naar Curaçao. Ik weet iemand die het gedaan heeft, ik weet dat zij heel veel problemen heeft gehad qua voeding, omdat er op Curaçao geen gras groeit, dus ook geen hooi gefabriceerd kan worden. Alles moet geïmporteerd worden. Een paard die daar geboren en zo is, die is dat allemaal gewend. Maar het is eigenlijk niet eerlijk voor een paard in Nederland om een mee te doen. Nee, wat dat betreft is Nederland gewoon een stuk luxer. Ja. Qua wat het paard allemaal aan voer kan krijgen. En als een paard hier al 6 jaar staat en gewend is om de hele dag door gras te kunnen eten, wat natuurlijk 10 keer lekkerder is dan hooi. Ja, dan, en je neemt hem in 1 keer mee, dan... Ja, het kost ook echt bakken met geld, hoor. Want je had zeg maar vet mooi, echt de mooiste stal ongeveer Curaçao daar zo. Wat echt gewoon, waar je hier denk, €200 voor zou betalen. Betaal je daar minimaal 1200 gulden voor. En een gulden, dat is zeg maar omgerekend €600. Ja, €600 voor een stal waar je hier 200... Maar dat komt omdat dat gaat allemaal rechtstreeks het voer. Daar verdienen ze nog niks op. Dat gaat allemaal rechtstreeks het voer, omdat het allemaal geïmporteerd moet worden. Ja. Dus nee, dankjewel. Nee, ik hoef echt niet daar te gaan wonen met Marley. En van een half uur op afstand mag wel, hoor. Ja, nu is het 1 uur, 1.5 uur op afstand. Op. Ja. Oké, jongens. Ik ga nu even iets heel duidelijk maken. Ik ben Sterre. En mijn pony heet Fleur. En de Shetlander heet Palabella. Heet Piet. Ja, oké. Okay, dus al die vragen had erin staan met... Liever Sterre of Marley? Ik denk dat jullie dan Fleur en Marley doen, want ik ben Sterre. Echt, maar weet je wat, dat vind ik gewoon... Ik moet als ik dat zeg ook gewoon even nadenken. Het is niet alsof ik het er vloeiend uitspreek, want Sterre is een mensennaam, Fleur is een mensennaam en Pien is een mensennaam. Maak je eigen droompaard. Dus zeg maar zo, je moet schofthoogte kiezen, ras, kleur, geslacht en waar die goed in is. Oké, dus we beginnen allebei bij de schofthoogte. Oké, dan zou ik denk voor 1,65 of zo gaan. Ja, ik ook 1,60, 1,65. Dat is wel een mooie hoogte. We zijn zelf niet heel groot, dus het hoeft geen paard van 1,70 te zijn. Nee, helemaal niet. Oké, het ras. Maakt me echt niks uit. Nou, zeg maar, als ik dan een paard zou willen ontwerpen, dan zou ik wel iets sports gerelateerd, zeg maar. Ja.
Want daar kan je gewoon en een soort mee ingaan en recreatief mee rijden. En als je iets, bijvoorbeeld een tinker en een fjord, ook leuk. Maar die zullen nooit, ja, minder snel het set sport springen, komen. Zeg maar, kunnen. En die zijn ze ook recreatief wel weer goed. Ja. Dus wel iets sportsgericht. Ja, maakt niet zoveel uit ook vast. Ja, ik zou heel graag iets wel met een paint of zo erin willen. Maar dan ook weer een beetje meer, nog meer volbloed in, zeg maar. Dat die wel echt pittig is. Dat vind ik wel leuk. Het is wel echt zo'n, die ook hoog in de sport kan. Of nou ja, hoeft niet super hoog, want zoveel wedstrijden doe ik toch niet. Maar het lijkt me wel gewoon leuk om een keer echt hoger te komen. Oké, kleur. Nou, niet bruin in ieder geval. Ook niet zwart. Dan of zo'n hele mooie schimmel. Ik ben echt, als dan een schimmel is, dan moet die of heel donker zijn. Een donkergrijs. En als een maan weer heel licht. Dus dan wit of zo. Dat vind ik heel mooi. Of het moet echt zo'n bruine schimmel zijn. Meisje mijn verstand heeft er nu eentje. En ja, kijk, heel vaak, dan zijn ze wel die kleur. Maar dan in de loop van de tijd worden schimmels vaak een witter inderdaad. Dus als die kleur kan blijven, zou het fijn zijn. Bont vind ik prima, maar ook met bont heb je heel vaak dat het, je hebt mooi bont en lelijk bont. Ja. Sommige zijn bont en niet, dat is gewoon niet mooi. En sommige zijn bont en niet, dat is weer wel heel mooi. Of een stippel. Ja, een knap stippel. Maar ook dan heb je die niet heel mooi zijn. Want soms heb je echt een vet mooi en heeft hij in één keer zo'n zwarte vlek op zijn gezicht. En dat vind ik dan alweer niet mooi. Ja, ik wil een mooie bont inderdaad. Dat vind ik echt, ik vind dat gewoon heel vet, een bont paard. Het enige wat ik ook wel heel mooi vind is blauwe ogen bij een bont paard. Dat vind ik wel echt heel gaaf. Alleen, ik vind het ook wel weer een beetje zielig voor het paard. Want eigenlijk zijn de ogen van zo'n paard meestal heel slecht. Dus dat ze veel minder goed kunnen zien en zo. Echt? Ja. Dus het is eigenlijk doorgefokt dat die blauwe ogen, maar ik vind het wel echt heel mooi. Maar kan ook gewoon een foutje zijn. Ja. Maar ik denk ook wel gewoon dat ze er wel, als ze ermee geboren worden, ja, dat kan ook niet anders, dat ze er wel mee leren leven, zeg maar. Yeah. Dat denk ik ook wel. Dus dan zou het ook niet zo heel ernstig voor dat paard zijn. Maar ik zou niet expres blauwe ogen gaan fokken of zo. Dat vind ik gewoon zielig. Ja. Geslacht. Ruim. Ja, ruim. En nu gaan jullie denken, maar je hebt toch twee merries? Ja, weet ik. Maar achteraf gezien had ik liever een ruim gehad. Ik ben gewoon pro-ruim. Er zijn maar weinig merries waar ik iets mee heb. Behalve Fleur, daar heb je wel wat mee. Ja. Die is wel leuk. Maar die is gewoon... een heel ander karakter. Ja, ze is niet echt merrie. Soms wel. Ja. Maar niet wanneer ik in de buurt ben. Zo'n bitch, weet je wel. Dus, ja. Maar wat dat betreft had ik wel liever een ruige gehad. Want merries die worden echt ziek vaak hengstig. Vooral Fleur. En dat is heel irritant, want dan kun je er gewoon helemaal niks mee. Dat is echt heel irritant. En waar moet ik goed in zijn? Ik vind springen en crossen. Ja, waarom niet goed zijn en crossen? Springen en crossen. En gewoon goed luisteren is ook gewoon nog wel leuk met buitenrit en nekrop en zo. Oh, dat vind ik ook wel leuk. Die had ik nog gelezen vandaag. Als je Fleur en Marley mixt, wat hoop je dan te krijgen? En welke eigenschappen en hoe noem je? Nou ja, haar staat er, maar kan ook hem worden natuurlijk. En wie mag haar of hem dan hebben? Nee, als je het mixt, wat hopen we dan te krijgen? Ik hoop bont wel. Ja. Bont. En ik hoop eigenlijk qua karakter echt ertussenin. Want ja. Marley is soms nog iets te braaf, zeg maar, voor zover ik hem ken. En Fleur is nog iets te eigenwijs en te snel. Dus ik hoop eigenlijk dat zij een beetje het karakter van Fleur en het tempo van Marley of zo. Ja. Ja, het is altijd een beetje lastig, want het is bijvoorbeeld... nee, kijk, Marley is wel vrij rustig van zichzelf, maar hij heeft ook echt wel zijn uitspattingen, zeg maar. Maar ik denk ook wel als Fleur 3 jaar verder is in haar training, zeg maar, dat ze dan hetzelfde zou zijn als Marley. Ja, nog steeds wel iets temperamentvoller. Maar dus dat is ze gewoon, dat zit gewoon in haar. Ja. Marley is van zichzelf gewoon iets koeltjes. Dat hij iets meer qua karakter een fjord heeft, zeg maar. En Fleur iets meer qua karakter naar het volbloed toe. Mm. Want Fleur is echt wel, als zij iets ziet, dan is het echt zo van dat ze helemaal op ons springt, weet je wel. Of als ze iets leuk vindt, dat gewoon haar kop helemaal op het volbloed stijgt. En Marley blijft gewoon heel cool. En dat is wel weer echt het fjord. Ja. Maar dat vind ik, ja, af en toe is het wel fijn om gewoon even te rusten.
echt paardrijden. Dat zei ik gisteren ook al. Ja, en wat nog meer? Nee, een hem of een haar. Een hem. Een hem. Dan. We willen een ruim. En ja, eigenschappen hebben we eigenlijk al genoemd dan. Hoe noemen we hem haar? Geen idee. Ja. Ik had daar een week lang over kunnen gaan discussiëren. Ja, en wie mag hem haar dan hebben? Nou ja, ik heb geen geld voor twee paard hoor. Nee, ik ook niet. Ja. Dus waarschijnlijk wordt hij gewoon verkocht. Ja, dat denk ik dan ook. Maar serieus, als Marley Hengst was, hadden we het gedaan. Nou, dit was de Q&A. Ik hoop echt dat jullie het leuk vonden. En natuurlijk kunnen we niet 270 vragen gaan beantwoorden. Dat is gewoon super lastig. En volgend jaar gaan we gewoon weer hetzelfde doen. Ja. Gewoon weer een Q&A. Misschien dat en dan kom je bij mij zijn. Ja, dat is wel de bedoeling. Met Fleur. Ja, dat is wel de bedoeling. We moeten even kijken, want de bedoeling is eigenlijk stiekem een beetje dat Fleur eerst hier komt en zij mij dan meeneemt die kant op. Ja, we dachten eerst van, als ik nou een tweepaardstrailer meeneem vanaf Marley's stal, dan chill ik eerst een paar dagen met Marley bij Sterren. Dan neem ik Sterren en Fleur mee in de tweepaardstrailer naar mij toe. En dan, moet alleen even iemand mij ophalen weer. Ja. Ja, ik kan natuurlijk zelf gewoon rijden, alleen Sterren die moet natuurlijk gewoon opgehaald worden. En als je naar een evenement of zo gaat, naar een wedstrijd of zo, dan is het gewoon, oh, je gaat erheen en een paar uurtjes laten geven terug. Dus diegene kan gewoon blijven. Maar nu is het echt, diegene moet je brengen en die moet je een paar dagen later weer ophalen. En het is gewoon bijna anderhalf uur rijden. Ja, het is dus best vervelend voor diegene, mijn kennis dan, dat die echt helemaal erheen moet rijden. Ja, want haar ouders kunnen niet rijden. En dan weer terug moet rijden. En dan de andere keer mij weer helemaal erheen moet rijden en dan weer moet ophalen. Weet je, dat kost gewoon zoveel benzine. Dus als we het gewoon op deze manier doen, is het gewoon heel veel om, zeg maar. Ja. Ja. Dus misschien is dat het idee. Nee, niet alleen benzine. Hij gaat het ook niet grappig vinden. Nee, het kost je gewoon de halve dag. Ja, nou zeker. Heel erg leuk voor het kijken. Mijn broer staat in één keer. Echt? Ja. Hallo. Dus heel erg bedankt voor het kijken.